Ik kan zien natuurlijk, dat weet u. Mensen willen individueler, flexibeler, nieuwe technieken. Dat zie je aan de ene kant. Maar aan de andere kant zien we ook gewoon heel sterk dat mensen ook behoefte hebben aan de sociale kant. Maar ik dacht, wat is nou de positie van de atletiek? In ieder geval, wat ik heb meegegeven vandaag was van hoe kan je nou als vereniging de volgende stap maken. En die zit hem volgens mij heel erg in het gaan zoeken naar nieuwe wegen. Jezelf wat meer opstellen als een bedrijf in plaats van een vereniging. En goed te beseffen dat je te maken hebt met consumenten. 6 tot 10 jaar. En dan bedoel ik de flexibiliteit met uitslagmobiliteit vanuit je, met name vanuit de rechter. Er zijn dus de plannen besproken voor het traject richting de EK, maar vooral ook daarna. Want er liggen zowel tussen nu en het EK, maar ook tussen het EK en de daarop volgende jaar heel veel kansen voor verenigingen. Ik was sowieso een beetje overdonderd over de aantallen mensen die hier waren. Dus dat heeft mij geïnspireerd om weer een stuk inspiratie terug te geven. Ik heb net de clinic loopvariatie voor junioren gedaan bij Tim Verlaan. En we hebben heel veel verschillende vormpjes gekregen van lopen waarbij we zelf actief bezig zijn geweest. Schop. 1, 2, lang. Ik heb gewoon een hele leuke, inspirerende dag gehad. Dus is dat gezondheid niet iets wat dus atletiek in zijn geheel is, iets van de bond, en dus ook niet iets van de lokale vereniging, zoals daar het achterin geven, wat je massaal met z'n allen oppakt? Want dat zou wel de kracht moeten zijn.